Welke scène wordt er vandaag eigenlijk opgenomen? Geen idee. Ik weet het niet. Dat moet ik zometeen nog horen. Het zijn verschillende scènes die in Lillo opgenomen worden. Eén ervan is die waarin Mieke met de fiets aan het politiekantoor aankomt. Voor Mega Mindy en Co. is het na de serie nu de allereerste film. Het zal in ieder geval een heel spannende film worden. De schrijvers hebben heel erg hun best gedaan om ook de acteurs te verrassen toen we het scenario aan het lezen waren. En ja, het is gewoon plezant. Alle personages zijn er en een aantal heel goede gastacteurs, dus het wordt de max. De Marie-Louise gaat op en neer. Ik herhaal, de Marie-Louise gaat op en neer. Een van die gastacteurs is Tom van Dijk. Hij is de boef kolonel Klepto. De mensen van Studio 100 vroegen of ik zin had om mee te doen. En mijn kinderen waren, hun oogjes spraken boekdelen. Het was alsof dat ze zelf een goudschat hadden ontdekt. Dus ik kon dat niet meer weigeren. Een goede papa wil zijn kinderen gelukkig zien. En als ik daarvoor hier in de sneeuw moet gaan staan met een snor opgeplakt, dan wil ik dat graag doen. Ik heb gehoord dat je in de film een ander hebt. Heb ik een ander? Is dat echt waar? Is hij verliefd op iemand anders? Ah, het is niet waar, hè. Ja, dat zou goed kunnen, maar dan gaan we dat wel verhelpen. Nu heb ik ook Mega Mindy van heel nabij mogen meemaken. En dat geeft de nodige vibraties in een mens en lijf. Fijne beleving, zo iemand. Het is een wonderbaarlijke verschijning. Wat vind je van je fantastische naam, kolonel Klepto? Ik ben jaloers dat ik hem zelf niet bedacht heb. Het filmdebuut van Mega Mindy in Het Geheim van Mega Mindy vanaf 1 juli te zien in de bioscoop.